We hebben natuurlijk een hele mooie boosterbox hier, Munty. Maar we hebben ook twee dingetjes apart gelegd. Twee pakjes die we als laatst gaan openen, denk ik. Ja, ja, of een beetje ertussenin. Ja, als, want we beginnen met deze helft en daarna doen we die. Ja, yes. En dan de andere helft. Dus ja, Justin. Als je Jinzo inzet, dan... Ja, dan is het fake. Dan moet ik mijn geld op. Dus ja, we gaan kijken. Dit wordt natuurlijk ook weer op YouTube geüpload. En dat weer wordt weer een ongeknipte stream, zeg maar. Dus dan weet iedereen dat. Ik denk dat we moeten beginnen met het eerste pakje van Vivid Voltage met de Zaruder in. Nee. Dus ik ben benieuwd. Zit hij er al in of is het gewoon alleen de voorkant? En nu ben ik gevraagd. Als hij erin zit, dan durf ik niks te zeggen. Maar ja, laatste boosterbox, die was al... Als je die daar wil neerleggen, ja, Hans. Ja. Wil je de code, Menti? Nee. 69. Nee. Oké. Okay. Dat erin. Ah, is eigenlijk wat te dichtbij. Zo kan hij wel. Een Metal Energy. Het eerste pakje. Memory Capsule. Een Go-Goat. Een Ferrothorn. Een Weedle. Talo. Tendile. Een Oshawott. Een Pineco. Een Reverse Holo Skidoo. En... Woeieho, meteen een Holo Duraludon. Oké. Nice, is best een oké kaart. Spieven. En nu maar eens. Tik het jezelf uit. Ja. Ja, moment, eventjes deze nog showen. Zeker vette kaart. Hij mag alleen al die wolken, de achtergrond. Ja, dat wil ik de mensen even laten zien. Ik hoop dat hij scherp gaat stellen. Ah, hij wil niet echt. Hij in ieder geval heeft die vette wolken op de achtergrond. Het wordt weer scherp stel, spektakel wordt het weer. Yo, Sander van Gaming SB. Eindelijk een goede streamer online, als je dat maar weet. Heb ik een goede excuus om niet met school bezig te zijn. Oh ja, school is alweer bezig, hè. Mm-hmm. Wees even. Een Charizard kaart die veel waard is. Ik weet niet of hier een Charizard in zit, ik denk het niet namelijk. Hoe oud is deze set dan? Ik denk... Begin dit jaar. En moet die reverse holo ook niet even aan de kant? Of wil je die gewoon... Nee, die reverse holo die zijn eigenlijk niet bijzonder. De enige set waar die reverse holo's goed konden zijn is in die Shining Fates set. Want daar zaten de shinies dan, zeg maar. Oké. Alweer een weekje school, ja. Dat is wel heftig, ja. Een Water Energy. Ah, ik moet heel even kijken dat hij scherp gaat stellen. Ja. Woobat. Mac Gargo. Leekstaff. Barrowseed. De Dene. Oh, november 2020 was deze. De Dene. Deze al wel even oud. Mm-hmm. Drillbur. Weer een Oshawott. Duskull. Oeh, een Reverse Holo Mercury. En een Grablocked, gewoon rare, beetje jammer, maar ja, die zitten er ook tussen. Oh, ja, jij mag hem aangeven. Pak je deze. Weer een Celebi. Oeh, niet eens van voor of aan, gewoon uit het midden. What the fuck is dat? In this Pokémon, use Full Nelson during your last turn, which attacks with 120 more damage. Weet je wat Full Nelson ook is in de Urban Dictionary? Nee. Best wel heftig standje. Oké. En taai, omdat het een tentakel is? Nee, zeg maar, standje, je gaat zeg maar zitten. Yeah. En de vrouw zit dan op de schoot. Mm. En dan trek jij die benen helemaal zeg maar zo omhoog. Dus dat de benen zo in de lucht zitten. Yeah. En dan hang je. Okay. Dus het is echt heftig. Dan staat hier op een Pokémon. Lightning Energy. Cramorant. Oeh. Nessa. Jackie. Nuzleaf. Wooper. Galarian Meowth. Die is al, hè? Cuddany. Aerokuda. Ninkana. Nice. Reverse Holo Swallow. Best wel vette kaart. En... Alakazam Full Art. Nice. Dit is een van de zeldzaamste kaarten van de set. Full Art zijn dat altijd. Dit is een fucking vette kaart. Die gaat sowieso daar op mijn...
zijn ook wel echt beast. Alleen is de kaart ook sterk individueel? Dan gaan we zo even kijken. Is die dan nummer, zeg maar? Ja. Gaan we zo even kijken. Ik hoop dat die hem nog steeds scherp staat. Zen Spoon. 3 damage counters on your Pokémon. Opponent's Pokémon. In any way you like. Damage counter. Zit ik ook even te denken. Sander, jij bent hier de master van de TCG. Jij weet dat. En een Mind Ruler. This attack does 30 damage voor elke kaart in je. Kan sterk zijn. Die kan pakken goed zijn. Fly for the sky. Ja. Yeah. Deze is fucking nice. Oké, okay, we hebben al één hele vette kaart. Nice. Yes. Wat is een damage counter in de Pokémon Trading Card Game? Je mag 3 damage counters in the way you like erop doen, zeg maar. Dan kun je die dan ook gewoon scannen bij die Pokémon Trading Card Game? Nee, misschien als je het op de computer doet, maar... Of misschien als je het op de telefoon doet, maar... Misschien als wij het zo op de computer willen doen, moeten we ze wel handmatig invullen. Nou, is 1 keer 10 damage. Oké. Okay. Ah, oké. En Fighting Energy. Een Dusclops. Een Rocky Helmet. Een Galvantula. Een Clefairy. Dynamo. Milkury. Galarian Meowth. Chimecho van Bol gemaakt. Opal, Reverse Holo en een Lucario. Heb je die ook niet glimmend? Nee. Is het niet meer dat je zeg maar 2 van dezelfde kaart hebt, maar dan 1 glimmend en de andere niet? Dan? Ja, die zou in Holo ook goed kunnen zijn hoor, dat die in Holo ook bestaat. Dank je. Wow, daar hebben we de eerste Chunkachu. Dat is de Chunky Pikachu. Oh, echt? Ja, tenminste zo worden ze genoemd door DCG openmakers. Lucario is ook wel sterk. Gewoon in aanval en draw a card. Ik weet niet of dat ook goed is bij Pokémon Trading Card Game. Draw a card is altijd goed, hè? Ja. We hebben hier een Dark Energy. Ooh. Een Mighty Pinkurchin. Oh. Loudred. Riolu, waarbij de Lucario van is. Nee. Sandile. Wilmer, die Sandal is trouwens wel vet zo met de achtergrond. Yep. Mudbray. Joltik. Een Reverse Holo. Aracuda. En... Oeh, een Aegislash V. Nice. Is dat ook full art? Nee, dit is dan weer geen full art. Hier kan je een beetje zien dat hij zo... Ja, het lijkt bijna alsof ze wel allebei full art zijn, maar hier zit allemaal van die lijntjes ook om. Daar kan je het ook een beetje aan zien dat die zo outlined is, met die zilveren lijntjes, zeg maar. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, dit is gewoon een normale V-card, zeg maar. Oké. Okay. Full art. Soms zie ik het verschil ook niet, hoor. Ik had nog een vraag, hè. Bijvoorbeeld, we hebben net een Lucario gepakt. Die kun je dan pas op het veld leggen wanneer je een Riolu hebt. Dat klopt. Mag die Riolu ook van een hele oude set zijn? Of moet het dan van dezelfde set zijn? Als het goed is, moet dat allemaal van dezelfde set zijn. Maar ook dat weet Sander beter dan ik. Ja, vertel. Kun je zeg maar oude Pokémon kaarten gebruiken nog? Je kan zeg maar wel een set maken van... Of een deck maken van verschillende sets. Alleen dan moet je wel zeg maar de Riolu en Lucario van dezelfde set hebben, snap je? Oh ja, je kunt dan niet bijvoorbeeld een... Charmander van de eerste Kanto set en dan een Charmeleon van ergens in... Als het goed is kan dat niet, tenminste, zover ik weet. Een Grass Energy. Een Wash Water Energy. Wat doet die? Card is attached to a Pokémon, it provides water energy. Oké. Okay. Prevent all attacks van de Pokémon met een water... Pokémon attached to. Dat is best wel goed. Dus als je een Pokémon hebt, zeg maar, als je deze aan een Pokémon geeft en je wordt aangevallen met door een Pokémon die een water energy aan zich vast heeft, zeg maar, dan doet het niks. Oh, nice. Water up. Ja. Soort van. Dat zijn de nieuwste 10 decks. Oh, de nieuwste 10 decks moeten ze nog. Oh, oké. Okay. Wow. Tot Black and White. Oké. En dan de nieuwste 10 decks bedoelen ze de booster boxes, de sets. Hè? Ja. Oké. Okay. Sets, ja. Ja, oké. Okay. Hitmontop. Piggyback.
Uchiana, Rockruff, Blitzel, Kidu, een Reverse Holo Pincurchin en Electros. Weet je wel, die ene die pure electric is met Levitate? Ja, geen weaknesses. Geen weaknesses. Dankjewel. Die waren wij in Pokémon Brick Bronze ook aan het zoeken, toch? Die Electros. Yep, die was 1%. Die was 1%. Yeah. We met de juiste nature, volgens mij. Oké, een Grass Energy. Een Delmice. Een Galarian Stunfisk. Een Aromatic Grass Energy. Dedenne. Drillbur. Oshawott. Duskull. Oeh, zag je het? Silver Rankje. Parasite. Ja, nu zie ik het. Ja. Yeah. Dusknoir, Reverse Holo en. Dit is de. Oh, maat. Wat? Dit is een van de. Dit is denk ik de zeldzaamste kaart uit de set. En ook nog Rainbow. Ja, ja, juist die Rainbow. Wat? The fuck? Oké, dit is mijn eerste rainbow ooit. De zeldzaamste is dan nog een gouden? Of is ja, dat is even de vraag wat de zeldzaamste want kaart is. Ik kan me herinneren dat toen bijvoorbeeld E-Drive de hele tijd voor zo'n rainbow bikini tot te rollen, zeg maar. Maar dit is gewoon. Ik weet namelijk dat elke keer als iemand deze kaart kreeg, dat ze dan fucking hype waren. Ik ga het opzoeken. Fuck yeah, hij is wel echt vet. Hier, bekijk hem nog maar eventjes. Ik durf niet. Hij is ook 188 van 185, dus hij is rare. Wat wil je hem hebben? Zometeen op deze stapel. Oh. Hij is fucking vet. Ik laat hem jullie nog heel even zien om te laten kijken. Oh. Hij is fucking vet. Het enige nadeel is, we hebben nu al tot zover de beste kaart, dus het kan niet meer beter. Tap. En dan hier naar Vivid Voltage. Dit zijn allemaal. Ik moet hier Rainbow hebben. Welk nummer was het, zei je? 188. Oh. Het is de beste kaart. Het is de beste kaart uit de set. Wat? Het is de beste kaart uit de set. Wat? Holy shit. Ik zei nog gisteren tegen Joyce van. Pokémon kaarten is ook een soort van gokken, hè? Yeah. En nu gewoon. Gewoon jackpot, gewoon. Als deze 10. What the fuck? Als deze. Hoe heet het? Een 10 krijgt, zeg maar, is hij gewoon 565 euro waard. What the fuck? Dollar, dollar. Nice, nice. Je bent me wel gelukkig, want dit is de beste kaart die ik tot nu toe ooit getrokken heb. Ja, dat geloof ik. Hij was ook fucking vet. Het enige kut was dat we al wisten van oké, het wordt een goeie. Maar we hadden niet verwacht zo goed. Maar holy shit, hij is ook echt vet. Oh, fucking vet. Hij is echt nice. Maar is ook je hebt nu een nieuwe great ding hè, waar E-Drive ook owner van is. Oké. Dus dat is wel vet, misschien dat ik daar eens in ga kijken en die opgestuurd. En is die kaart ook sterk in de TCG? Of weet ik niet, want ik heb eigenlijk gespeeld. Voordat ik zeg maar ging openen. Oké. Daarna heb ik ook niet meer gespeeld. Nee. Oké. Dat is nice. Hij is echt nice. Fighting Energy. Memory Capsule. Het maakt allemaal niet meer. Girafferick. Electric. Poochyena. Rockruff. Blitzel. Skiddo, Ferroseed, Duraludon, Reverse Holo. Ik zie die wolken wel. Ja, het is wel een vette kaart op zich. En een Exploud. Oeh. No. Wel jammer dat we niet in één van onze pakken staat. Maar dat kan misschien wel een gouden kaart in dit. Sorry.
En Xander heeft echt gewoon wel echt een dure kaart, zeg maar. Ja, maar Xander, weet je wat lastig is met Cassidy, bitch? Hij kan wel heel veel waard zijn, maar je moet hem ook nog kopen, zeg maar. Er moet nog steeds iemand zijn die dat ervoor betaalt. Ik bedoel, hij kan ook gewoon 3 van deze boxen halen en dan misschien dat hij daar wel in zit. Ja. En dan heb je ook nog kans dat je andere goede kaarten krijgt. Dus net wat je zelf denkt. Ja. Een Fire Energy. Metang. Girafarig. Alistar. Oh. Dat is toch zo'n gym leader? Oh, dat klopt, ja. Dynamo. Kom nog op iets terug. Klobbepus. Woobat. Talo. Charmander. Een Reverse Holo Banette. En een Garbodor. Wat ik wou zeggen, er is na, weet je nog van die en toen afleveringen van de anime? Die 8 afleveringen dat je dat elke keer een vet iets was, van ergens in een, elke keer een andere regio. En dat elke keer ergens stopte dat je denkt van ja, en wat gebeurt er nu? Van welke anime? Gewoon van Pokémon. Wat was dat? Pokémon Generations? Kan ja, dat? Ja, ja. Een hele kleine short. Ja, van 8 minuten. Ja, 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 ja. Nou, daar hadden ze dus nog eentje van gedaan. Twilight Wings. Dat was wel alleen in Galar. En die, dat hetzelfde. En ze zijn nu weer met eentje begonnen en gaan ze weer alle 8 gens langs. Oké. En dan is het weer en toen, of is het nu wel met ook een einde? Er is pas 1 aflevering geweest en het is op zich een vet verhaal, alleen ja. Je wilt eigenlijk wel gewoon zien wat erna gebeurt, weet je wel. Ja, ja, ja. Het heet Pokémon Evolution, dat is best wel vet. Ja, Pokémon Generations, dat ja. Maar dat is er dus, ze zijn er dus weer mee begonnen. En nu gaan ze zeg maar van Gen 8 terug naar Gen 1. Oké, nice. Psychic Energy. Beauty. Shuckle. Nuzleaf. Galarian Meowth. Cottonee. Aerokuda. Ninkada. Pikipek. Reverse Holo Chuckle. En een Terrakion. Wel vet. Op zich. You have the stadium in play, this attack does even more damage. Wow, that's awesome, ja. Yeah. Die wiel, wat ze plotsen. Oh, ja, dat gebeurt altijd 1 keer. Dat gebeurt altijd 1 keer, zo. Dat helpt dat, ja. Psychic Energy. Electric. Hakuna Matata. Loudred. Woobat. Beldum. Blitzel. Milkery. Oh. Skiddo. Wyndham Stadium Reverse Holo en een Whimsicott. Mag wel weer een V-Max'je bij zijn. Ja, zitten trouwens in deze set ook Amazing Rare. Nee, wat zijn het? Amazing Rare? Volgens mij wel met Legendaries, zeg maar. Met een soort regenboogachtig draaikolk erachter. Die zit ook in deze set. Okay. En die zijn, nou, die zijn niet zo, zeker niet zo rare als die. Maar ja, dat zijn wel vette kaarten om te krijgen, zeg maar. En die zitten er best wel wat in deze set. Maar als je gewoon al die full art wil, hè, hoeveel dozen zou je dan niet moeten halen, zeg maar? Heel, heel Want veel. Die zijn allemaal best rare, zeg maar. Yep. Wajo. Oh, wacht. Nee, dat klopt wel. Oh, dan denk ik dat er een goede kaart achterop zit. Hi. Een Metal Energy, als hij scherp snelt. Nog zo'n dikke. Ja, dat zou echt heftig zijn. Krokorok. Excadrill. B. Clobopus. Electrike. Execute. Oh, Amazing Rares, ja. Yeah. Eevee. Woobat. Wat is dan het verschil met dat Amazing Rare? Nou, dat is gewoon een specifieke kaart als een Legendary met zijn Swirl erachter. Okay. Joltik, en volgens mij zitten die op de plek van de Reverse Holo, zeg maar.
Dus die zit niet in de rare plek, maar op deze plek, ja, zeg maar. Oeh, Colossal V. Nice, nice. Kijk, maar dit lijkt dan ook weer op een full art, maar dat is het niet. Nee, want full arts die zijn meestal hier ook getekend, zeg maar. Die gewoon echt helemaal. Ik kijk nou eens zeg maar naar het scherm op de... Computer, op de computer, dat doe ik ook. Dan lijkt het echt fucking groot. Ja. En dan kijk ik in je hand en denk ik, oh, die is klein. Ja. Maar die VMAX bijvoorbeeld die je net poelde, die is dan niet heel rare dan. Dit is gewoon een V, geen VMAX. De gewone V zijn niet zo rare. Nee. Dus niet dat die echt helemaal niet rare is of zo, zeg maar. De maar... VMAX is dan de Gigamax. Nee, de. Ja. Ja, ja. 2, 3, 4. Oeh, hij heeft hem in TC Go in online. Nice. Maar je ziet ook stijlen. Een water energy. Een Go-Goat. Keralis. Een stone fighting energy. Een Joltik. Mudbray. Slugma. Wel vette kaart op zich. Wishmer. Nee. Execute. Het rubbish. Een holo Diancie. Dit had een penitent. Een holo Diancie is op zich oké. Okay. Als we zo halverwege zijn, dan laat ik altijd eventjes dit. Wat je in de eerste helft hebt. Maar dan moeten we ook nog die. Yeah. Die zaten allebei aan de rechterkant. Nee. Ik heb hem met de linkerkant gepakt. Nee. En we hebben ook twee pakjes uitgepakt. Van allebei dachten van hier zit niet. Yeah. Dat klopt, ja. Een Ingress Energy. Oh. Pincurchin. Telescopic Sight. Ferrothorn. Mudbray. Uchiana. Charmander. Chatelt heb ik shiny gevangen in mijn vakantie. Nice. Ook gehunt. Cultani, ja. Met eitje. Nee, gehunt. Gehunt in Omega Ruby Alpha Sapphire. Cultani. Reverse Holo Picky Pack. En een Quagsire. Een Bob. Ik ga. Oeh. Oh, dit is also een high risk, high reward. If you have exactly 2, 4 or 6 prize cards remaining, this attack does nothing. En anders 180. Wee joh. Dat is echt wel, ja. Het is zo time wizard. Gewoon optioneel kan die heel goed zijn, maar het kan ook. Dus je moet je early game gewoon hebben dan als het goed is. Lightning energy. Een Swallow. Een Washwater energy. Charmeleon. Dat betekent dat de Charizard in deze set zit. Nice. Oh, die grote. Blitzel. De VMAX Charizard zit hierin dan. Oh, dat zou goed kunnen. Die moet nog meer waard zijn als het goed is. Dan ga ik zo even naar kijken. Ja, Blitzel. Charizard. Slugma. Eldum. Milkery. Wooper. Een reverse holo Diancie. Wauw. En niet eens glimmend. En wat grappig is, die kaart is waarschijnlijk nog wat waard ook. Ja, omdat het de Charizard is. Wauw, ben je daar? Oh. Maar waarom is daar een Charmander $41? Of zijn het dan glimmende of wat? Hier. Cracked Ice Holo. Ja. En reverse holo. Oh, waarom is die Charmander dan $40, zeg maar? Moet die dan ook glimmend zijn of wat? Het zijn twee verschillende Charizard sprites waarschijnlijk. Ja, maar bijvoorbeeld daar naar boven. Charmander, Charmeleon, die zijn ook wat waar. Hoe kan dat dan? Omdat die gewoon die... altijd doen starters het altijd goed, zeg maar. Dat sowieso. En als dit een rarere kaart is, zeg maar, een kaart die minder vaak getrokken is, dan kan die zomaar meer waard zijn, zeg maar. Dus Charizard moet ook wel. Nee, dat mag gewoon bij daarbij, want het is maar Charizard.
ik ga daar toch niks mee doen, zeg maar. Dat is 25. Ja, maar je gaat die toch niet... hoe heet het? Het is deze waarschijnlijk. Ja. Voor dus, $41. Ja, maar wie gaat er een regular Charizard kopen, zeg maar? Niemand. Sander, wil je kopen? $41. Oh, hier zit een goede kaart in, heb ik al gezien. Hij is wel sterk. Ik heb al gezien dat hier een goede kaart in zit. Zwart randje, dus ik denk een gewone 4, maar dat is nog steeds gewoon goed. Oh, daar. Yo, ninja. Ninja. Ik heb geen dollar. Jij mag ik ook voor €40. Ja. Swallow. Nee. Leak stuff. Charmeleon. Wartortle. Charmeleon. Weldum. Pampy. Hey, die heb ik nog niet gezien. Duskull. Electrike. Heel langzaam bij deze bus onderweg. Pineco. Oh, nice. Dit is de Zone Amazing Rare Sacian. Oh, fucking vet. En dit is de Reverse Holo. Hè? Die zit dus nog een kaart achter. Het mooie van deze kaart is, je ziet het niet zeg maar echt goed op het scherm. Maar naast het scherm dan zie je ook dat de Pokémon gewoon helemaal meeglint. Yeah. Is deze dan ook rare? Ja, deze is ook rare, ja. En er zit, kijk, er zit nog één zwart randje onder. En dat lijntje met die weaknesses en zo, die glimt ook gewoon, hè? Ja, klopt, ja. Oh, oké, deze is nou wel één van mijn favorieten. Deze is echt fucking vet. En een Orbital V. Oké, okay, nice. Hoe duur is die Psyche in dan? Zag je aan? Dat is niet de juiste. Oh, dit is wel de enige. Is? 82? 82, ja. Ja, ja. $52. Why? Maar het is wel gewoon al, het is gewoon een vette kaart, zeg maar. Die is al echt dik. Die zitten er dus nog meer in. Ja, die kunnen ook meer in één set zitten als het goed is. Nice. Ik hoop ook dat er dan die Aardboy krijgt. Zo, die Aardboy. Thank you. En het maakt niet uit, zeg maar, wat de verpakking is van, de van het pakje. Dat maakt niet uit. Ja, alle kaarten kunnen erin zitten. De dag vroeger dacht je dat wel als je in de winkel ging. Vooral bij Yu-Gi-Oh! Op dat, ja. Volgens mij was bij Yu-Gi-Oh! Gewoon één soort pakje voor die hele boete. Ja, volgens mij wel, ja. Dan klopt het. Dan klopt het wel, ja. Nu moet je een hele bijbel kopen als je een of een hele bijbel lezen als je een kaartje wilt begrijpen. Hoe heet die energy? Is dat potion of psychisch? Dit is de psychic energy, ja. Ja, nu... Krokorok? Laat het helemaal nergens op. Aromatic. Grass energy. Volventula. Ferroseed. Riolu. Dendile. Wilmer. Weedle Weedle. Reverse Holo Charizard. Hoeveel is die dan? En Benet. Hoeveel is die reverse holo dan? Als die andere normale al $40 was... Is het niet die 24 reverse? Die 112. Oh, yeah. Weet je zeker dat je die niet apart houdt? Deze ga ik wel even apart houden, ja, omdat het een Charizard is. Oké, okay. Nu is het... Mijn pakje. Aan die rechterkant. Ja. Na deze zijn we op de helft, boys. En deze heeft Justin dus apart gelegd, omdat hij voelde dat hier iets goed in zat. Ja. Weet je zeker dat de Charizard niet afgepakt moet worden? Nee, ik ga daar verder... Met die ga ik niks doen. Als het, want opsturen is ook duur, zeg maar. Ja. Dus als ik erin opgestuurd, is het de Chunkachu, zeg maar. En misschien nog wel een kaart die daar ligt. Ja, en je weet nog ook dat je erin kan. Ja. Ik vind hem niet eens vet om de TV onderwijs te doen. Dark Energy. Pink Urchin. Drumbeak. Nessa. Ninkada. Wishmer. Drillbur. Wilmer. Ik ga het snel. Cottonee. Oké, ik ga het. Dit is jouw reverse holo Beldum en... Oh,
En he in Berserkerba. Goed. Dat was een waardeloos pakketje. Volgens mij haakte ik wel het pakketje aan waar die Pikachu in zat. Hallo. Dat pak je eruit. Lulmi, je lult dan maar. Oké, dit is de oogst van de eerste helft. Een Reverse Holo Charizard. Een Orbital V. Een Sacian Amazing Rare. Een Diancie Holo. Een Colossal V. De almachtige Pikachu. Chunkachu. De Rainbow Rare. Aegislash V. En Alakazam V. Die vind ik ook nog steeds heel vet. Full art. En een Duraludon Holographic. Die Pikachu is echt zo dus vet. Tot nu toe is het nog echt een dikke win. Ja, dit is nu al 10 keer beter dan mijn vorige doos. Zappels op de helft. Je hebt gewoon een beetje Jessie lekker. Dat is het, ja. Dus de volgende keer moet je er ook maar bij zijn. De volgende set die in november uit gaat komen is ook heel vet. Weet je welke Pokémon erin zit? Mew. Nice. Alsjeblieft, ik probeerde hem al te pre-orderen, maar hij staat nog niet op de site waar ik dat heb al. Oké. De tweede helft gaat beginnen met een Water Energy, Wind and Stadium, Metang, Martiana, Riolu, Eevee, Seedot, Electrike, Clefairy, Parasite Reverse Holo en oh, een Drapion V. Oké, nice. Het jammer aan die vies vind ik dat je zo bij dat zwarte zo goed dat randje ziet, zeg maar daarboven, weet je wel. Ja, ja. Ja, en als een vie doodgaat, wat doet Pokémon? Nee. Oh, dat zou goed kunnen, ja, inderdaad. Dat je er dan twee mag. Ja, mag je twee pakken, ja. Toch? Volgens mij wel, ja. Maar daar moeten we aan zand. Oh, je had er al een. Junkachu. Ik zou ook wel een Celebi willen eigenlijk. Die zit hier ook in? Celebi zit ook in deze set, ja. Hé, wat? Ja, let dan op, jongen Sander. En die Zarude is die oud, toch? Ja. Dat is wel nice. Genesect zit er ook in. Wat moet je jou vragen? Nou, dat heb je gewoon niet opgelet, Sander. Of je, als je een VMAX killt, dat je dan twee prijskaarten mag, zeg maar. Yep. Energy. Is dat ook een shiny? Nee, dit is gewoon zo'n drone, zeg maar. Die zijn altijd die kleur, zeg maar. Die kleur is van die drone zelf en daar gaat die Rotom in. Zubat. Loudred. VMAX is 3, V is 2. Wow. Loudred. Ninkada. Whismur. Drillbur. Wilmer, Cottony, een Reverse Holo Vampy en een Exploud. Exploud is echt. Yup. Dank je wel. B-Max is 3. Als je dus 3 explodes zou hebben, dan zou zijn eerste aanval van 150 damage doen. Wow. Alleen, ja, dat is een normal. Maar normal is een trading card game wel beter, toch? Ja. Yeah. Yeah. Snorlax en Taurus zijn ook wel oké, volgens mij, in de trading card game. Ook omdat je het niet meteen op mag roepen, omdat je daar dan geen... Ligt eraan of Munchlax in de set zit of niet. Een Energy. Die is vet. Een Sableye, wacht, die mogen we wel even wat beter zien. Ja, die is zeker vet. Galvantula. Go-Coat. Skidoo. Eevee. Rubbish. Shuppet. Choodle. Hij schijnt. Een Reverse Holo Electros.
Oeh, een Togekiss is V-Max. Die is nice, ook zeker nice. Tering veel HP. Yup. Max Glide 120. You may search your deck up to 2 cards. Is die niet best wel goed? Het is wel een goede Pokémon, ja. Ook maar voor 2 energy. Alleen, hij kost wel 3 als je daarmee doodgaat. Alleen... Ja, en je moet hem eerst waarschijnlijk Togepi, Toketik. Nee, Togepi, Toketik, Togekiss, Togekiss V en Togekiss V-Max. Oh, echt? Kun je niet meteen V-Maxen zeggen? Nee, kijk, hier staat van deze evolves from Togekiss V. Oh, dat kost 4 kaarten. Yep. Ja, of in deze set zit alleen maar Togekiss dat je die zo op mag gooien. Kost het er maar 3. Ligt er een beetje aan wat er in de set zit, zeg maar. Wie is eerst al V-Max? Ja. Dus dan zijn die V-Max best wel high-risk, high-reward dan? Nou ja, het is zeker een high-risk, want als die doodgaat, dan heeft de ander meteen 3 prijskaarten. Dan worden ze wel gewoon gebruikt in toernooien en zo, op het hoogste level. Dat weet ik niet. Of is het dan gewoon allemaal single? Of wat? Ah, je hoeft nooit alle evo's te hebben, dus dan is het waarschijnlijk Togekiss, Togekiss V, Togekiss V Max. Dus of alleen Togekiss V, dat kan ook hoor, dat Togekiss V gewoon... Ik dacht dat je bijvoorbeeld een Charizard wilde, dat je eerst Charmander op... Dat ligt er dus aan wat er in die set zit. Ik kan het zo wel... Wacht, ik kan dat... Oh nee, ik kan het dus niet laten zien. Nee, ik kan het niet laten zien, kijk. Deze Drapion, dit is een basic card, dus die mag je meteen opzetten. Ja, want die heeft geen Scorbunny in de set. Precies. Dus boom. En als je dat wel zou hebben, dan staat basic. Ja. Ja, oké. Dat is nieuw sinds, of nieuwer. Ja, precies. Ja, oké. Een Lightning Energy. Een Trumbeak. Hier, deze helemaal top is ook basic. Mag je ook gewoon opzetten. Nice. Macargo. Blitzel. Plugma. Beldum, dan zouden we toch ook Metagross in deze set moeten zetten. Yep. Milkery, Wooper, Leak Stuff, Reverse Holo en Magearna Holo. Dit is ook wel een vette kaart. Die kleuren zijn mooi. Dit is echt zoveel betere set dan de vorige set die ik heb geopend. Terwijl die gewoon al evolutions heeft, hè. Die is een fucking goede. Ja, maar je had niet zo heel veel. Want ik ging later met Sander, volgens mij, ging ik even kijken welke kaarten er wel allemaal in die set zaten. Ja. En toen dacht ik echt van, nee. Dit is een fucking vette Umbreon kaart, hè. Jij al met zo'n mes in je pot. Ja. Kijk, GX kan ook stage 1 en 2 zijn. Ja, dus GX, dat is een oudere mechanic, zeg maar, kan dat dus blijkbaar ook al. Oké. En Fighting Energy. Ho. En Metang. Kakuna Matata. Moomoo Cheese. Ooh. Execute. Woobat. Beldum. Blitzel, Milkery, Crocodile en Whimsical. Meh. Dit was een meh. We gaan naar de laatste. 10 of zo? Woejo, Munboog naar deze stream verschijnselt met 1 dollar bloedje. Ja, want wanneer komt nou eindelijk een keer die nieuwe film van Fantastic Beasts? Ja, die zou dit jaar komen, maar die is natuurlijk verplaatst door corona, dus dat zal nog wel even duren. Ik denk volgend jaar november. Tering lang. Fire Energy. Charmeleon. Telescopic Sight. Mightyena. Clefairy. Dynamo. Milkery. Galarian Meowth. Gymeco. Vaporeon Reverse Holo.
En Electros. Oh, is die Vaporeon nog het vetst? Yep. Die Electros hebben we zeker al twee keer gehad. Ja, meer volgens mij al. Reverse Holo. Ja. Dus we kunnen nog een gouden krijgen. Want Rainbow is niet per se rarer dan goud. Volgens mij, nou ja, deze Rainbow die wij hebben getrokken wel. Die maar is goud nog zeldzamer. Goud en Rainbow zijn ongeveer even zeldzaam, en zeg maar. Kunnen alle kaarten in de set goud zijn? Of zijn dat nee, dat zijn specifieke kaarten. We kunnen na deze opening wel even kijken. Ja, ja. Een Psychic Energy. Delmice. Rocky Helmet. Alistair, Joltik, Cottony, Mudbray, Slugma, Wishmer, Heroes Metal Reverse Holo en Leon Holographic. En kun je in die trading card game online, kun je dan ook rainbow kaarten krijgen? Ja, alles. Je kan gewoon, die pack openings zijn helemaal hetzelfde, alleen ja, online hebben ze natuurlijk wel minder waarde, maar... Ja, ja. Even deze Leon nog eventjes showen. Die is wel vet. Van die Heroes zijn ook wel naast. Ja, absoluut, ja. Maar je hebt hier geen rare commons. Bijvoorbeeld bij Yu-Gi-Oh! Heb je wel ook rare commons. Die dan ook nog wel iets waard zijn, zeg maar. Als het geen Charizard is, dan. Als je bijvoorbeeld een common Mirror Force hebt of zo, dat is altijd niet waard. Ja, maar dat komt omdat die kaart gewoon goed is in de game, zeg maar. En aangezien de sets van Pokémon veel sneller gaan volgens mij dan Yu-Gi-Oh! Sets, zeg maar, denk ik dat wel anders is. En mensen en de waarde daarvan is bij Pokémon heel erg gebaseerd op de hoeveelheid dat het verkocht wordt, maar niet voor om de game zelf te spelen, zeg maar. Mm-hmm. Een Metal Energy. Keralis. Dusclops. Electric. Een Weedle. Telo, Sandile, Oshawott, Pineco, Reverse Holo Sableye, die vind jij vet, hè? Ja. En een Metagross. Die had wel mogelijk. Die had wel Rainbow en Blue. Hij is wel een Metagross. Ja, helaas niet op een leuke manier, man. Maar alles in veel HP vergeleken met vroeger. Als je zeg maar, je Pokémon bijvoorbeeld Metang had 80 HP. Ja. En je evolved hem naar Metagross. En Metang heeft normaal 100 HP, dus hij heeft schade. Mm-hmm. Je evolved hem naar Metagross. Heeft hij dan opnieuw 170 HP? Of moet je dan al die damage ervan afrekenen? Wat ik bedoel? Volgens mij moet je de damage er dan wel van afrekenen. Maar nogmaals, Sander is daar de kenner van. The boy. Metal Energy. Tapstrika. Eerste. Goating Metal Energy, Heroes Metal, Clobopus, Electrike, Execute, Eevee, Woobat, een Chimecho Reverse Holo en een Vaporeon. Het wordt nu tijd voor weer een goede kaart. Even een kouder. Maar ik mag deze set echt niet klagen. Nee, en we hebben ook nog jouw pak. Ja, dat klopt. Dat is die Celebi die er voorop staat, die zit ook in. Dus, krijgen we nog geen veel kaarten. Ja, en die stapel die nog in die la ligt. Maar heb je niet die app op je telefoon dan? Ja, maar het is leuk om te streamen. Ja, ja. Een Psychic Energy. Een Beauty. Een Stone Fighting Energy. Oh, een Shuckle. Een Vampy. Een Yanma? Volgens mij de eerste keer. Ja. En een Shiny. Ja. Een Galarian Meowth. Een Duskull. Een Voltorb. Een Shippet Reverse Holo. En een Donphan. Chinkachu!
dat vond ik wel bij die Gigamax battles, zeg maar, in die Pokémon Journey anime. Het ziet er wel veel statisch uit. Je moet de Pokémon niet zo hoog maken, waardoor je er niet echt mee. Ja, ik snap wat je bedoelt, want in die stukjes die ik keek dan, die Twilight Wings saga, dat zijn ook 8 afleveringen van 8 minuten, zeg maar. Yeah. Dan zie je echt gewoon een battle dat is ook echt gewoon, ja, heel anders dan dat je sowieso in de games, maar ook dat je in de gewone anime gewend bent. Echt dat ze om elkaar heen lopen, zo weet je wel. En dat ze ook aan die kant in het veld vechten en niet per se precies in het midden van het veld, zeg maar. Yeah, yeah. Veel realistischer, zeg maar. Dat is best wel grappig. Oké, nice. En Pure Energy, Galarian Stunfisk, Sableye, Cramorant, Aracuda. Ik zie hem 2 keer. Seedot, Fampi, Chippet, Uchenna. Deze is wel vet. Excadrill Reverse Holo. En een glimmende Zerora. Ik zag een kleine HP. Ja, dat klopt, ja. Maar je mag hem zo opzetten, dus dat scheelt ook wel. Oh, dat is wel een Pokémon die sterk is tegen die 4 Pokémon. Doet die 80 damage meer. Ja, dat is dan 103. Ja, voor de Pokémon die je gewoon zo op mag zetten. Ja. Je hebt wel 2 energy. Ja. Dat kost toch 2 beurten. Mm. Ja, je hebt ook energy, of je hebt ook energy kaart. Die twee geven, ja. Oké. En Fighting Energy. En Cramorant. Drone Rotom. Zubat. Drillbur. Clefairy. Wilmer. Dynamo. Execute. Die is fucking vet. Lijkt ook gewoon Gravity of zo. Ja. Yeah. Dit is een fucking vette kaart. Dit is weer zo'n amazing rare. Ja, dit is weer zo'n amazing rare. Kijk ook die energy. Zijn oog is ook apart weer zo. Ja. Yeah. En dan echt dat gouden randje. Nice. Die is nice. Fucking deze vet. Deze gaan we eigenlijk ook even price checken. Ja. Yeah. Ja, die manette is nou niks moeilijk. Als jij hem even aan wil pakken. Die is fucking vet. Oké, het werkt wel weer tijd, ja. Yeah. Nice. Dit is een fucking vette kaart. Holy shit. Ja, echt een fucking vette kaart. Je hebt alleen weinig HP voor Rayquaza. Ja, het is ook weer een basic kaart. Hè. Ja, dat maar niet uit. Het is een fucking Rayquaza, jongen. Welk nummer? Hij doet 38. Hij doet, stel, je hebt hier 3 energies op. En je wil iets groots killen. En je zegt van oké, ik gebruik deze aanval. En ik doe al die 3 damages die deze Pokémon heeft, die discard. 240 damage. Fucking veel damage. Nee. Dus het is wel een sterke kaart op tegen. Alleen wel. Gewoon een explode Pokémon. High price, zeg maar. 2P. Wat kost een legendary dan ook 2 als je die killt? Of nou, $80 valt op zich nog mee. Of is, als je die Pokémon killt, krijg je ook maar 1 prijskaart. Deze? Ja. Ja. Dat maar is gewoon een basic kaart, zeg maar. Nee. Deze box gaat echt heel goed. Moet je nagaan hoe die er in het echt uitziet. Ik weet al waar aan het eten. Ik heb 3 dagen niet gedoucht. Dat stinkt er zo. Oké. Ik heb net zo'n wok gegeten. Oeh, nice. Energy. Kakuna. Surchester Bath. Galarian Stunfisk, Voltorb, Rockruff, Talo, Yanma, Wooper, Wailord Reverse Holo en Shiftry. Ik vind die Shiftry altijd wel cool, alleen zijn base stats zijn zo laag dat je eigenlijk denkt van Hij is wel echt een vette Pokémon en hij is een rare Staric, dus een unieke type. Ja. Yeah. En zijn base stats zijn zo laag, dat hij eigenlijk gewoon niks aan heeft. Nope.
4. Hij leerde in Hoenn ook nog niet echt goede aanvallen. Ja, ook nog, ja. Dus ja. Een Grass Energy. Een Excadrill. Mac Gargo. Nessa. Jettot. Globopus. Kiddo. Chippet. Parasite. Reverse Holo Beauty. En Dreadnought. Op zich nog wel een vet plaatje. Mm-hmm. Het gaat hier niet zeg maar met speed of zo, wie er eerst mag. Als het van jouw beurt is, kun je één keer aanvallen en that's it. Ja, eigenlijk wel. Volgens mij kan je wel aanvallen met elke Pokémon die je hebt. Maar toch niet die op de bench. Nee, gewoon... Nou, oh, zo ja, je hebt één Pokémon natuurlijk vooraan staan. Ja, in echt. Ah ja, sad. Het is te lang geleden dat ik het heb gespeeld. We hebben hier een Darkness Energy. Een Shuckle. Een Delmise. Swimweek. De Denne. Pikipek. Doodle. Riolu, Jaimeko, Kara Liz, Xerneas Hollow, die is ook wel vet. Yep. En je krijgt ook nog, je kunt jezelf ook nog healen. Ja. En je put a card from your discard pile into your hand, discard is the graveyard dan. Ja. Dat is een goede kaart, denk ik. Ja. En hij is basic. Ja. Nee, hij heeft weinig HP. Ja, maar wel gewoon een goede kaart. Daar kan je echt wel, zeker als je die early game krijgt, wanneer iemand nog niet zomaar even 130 damage doet, zeg maar. Ja. Dus gewoon een goede kaart. Ik had ook nog een vraag, hè. Ja. Krijg nou dus ook die kaarten met die codes. Ja. Is die code ook voor een pakje uit die set? Ja. Kun je kiezen uit welke? Nee. Het is een pakje uit die set waar die uit is. Daarom, ik denk dat ik nog iets van, dat we iets van 100 van die kaartjes nu hebben. Die online kun je niet pakjes van Kanto of zo krijgen, die allereerste sets, die bestaan niet op die game. Uit die allereerste sets denk ik niet, maar dan kunnen we straks wel even kijken, we gaan die game toch opstarten. Ja. Ja, dat zou wel vet zijn, dat je dan ook nog van die oude battles yep zou kunnen doen, zeg maar. Ja. Nou, volgens mij kan dat niet. Een Water Energy, een Swallow, Zapstrika, Dusclops, Joltik, Sandile. Seedot. Huh? What? In the bed? Die kaart is weer. Ja. De Piggypack. Wooper. Oeh, nee. Die is wel vet. Ah, en een Pikachu. En Pikachu zijn ook meestal wel... Ik vind die kaart ook gewoon vet. Ja, dit is gewoon een vette kaart. En 200 damage, alleen je moet wel al je energie pakken. Ja, dat is altijd zo zonde, zeg maar. Welk nummer is die? Dit is een 43. Ja. Hij is dan niet mega veel, maar het is wel een Pikachu. 43. Toch? Wow. Toch 66. Het ene na laatste pakje, boys. Wow, hoor je dat dan? Ja, ja. Maar hoezo was die pick-up-pack verkeerd om? Ja. Ik wil mijn geld terug. Is Harry Potter geen ginger? Omdat Ron al een ginger is. We moeten diversiteit hebben. Waarom waren die andere kaarten anders? Oké. Een Water Energy. Heroes Metal. Hitmontop. Krokorok. Pineco, Mudbray, Uchenna, Charmander, Chetot, Beldum Reverse Holo en Executor. Oké, het laatste pakje. En dit is het pakje die ik apart heb gelegd van tevoren met een mooie Celebi erop. Ik moet hem even blessen. Bless jij maar eventjes. Ik ga nou... Kijk maar, dat is nou een Ekans.
B-Max Abra. Oké. Er kunnen twee mogelijkheden zijn met dit pakje. Of dit is echt het kutste pakje wat je ooit in leven hebt geopend. Of het is een van de twee. Ja. Nee. Oké. Er is geen tussenweg hier. En Metal Energy. Oké, een coole kaart. Stabilize. Oeh, de eerste D-Watt. Eerste D-Watt. Opal. Voltorb. Ninkada. Rockruff. Wishmer. Okay. Rubbish. Langzaam. Beedrill. Beedrill. Is gewoon nice. En een Wailord Holographic. Oké. We sluiten net nog redelijk. We gaan nog heel eventjes alle kaarten langs die we getrokken hebben vandaag. En het zijn veel kaarten. Die stapel is twee keer zo groot als mijn vorige set die ik heb geopend. En er zit ook in. Dit zijn alle goede kaarten. Een Holographic Wailord. Een Pikachu V. Een Xerneas Holographic. Een Amazing Rare Rayquaza. Die is echt vet. Een Serora Holographic. Leon Holographic. Is die Leon ook niet iets waar? Gaan we zo even kijken. Magearna Holographic. Togekiss V-Max. Drapion V. Alakazam V, die vind ik na die Pikachu de misschien nog wel de allervetste. Dat was ook de eerste pak. Ja. Yeah. Aegislash V. Die is zo nice. En hij moet ook pas van die Pikachu V-Max Nice. Van die Pikachu V, ja, die heb ik. Ja. 310 HP. Colossal V. Deze zit in de training card game. DNC. Deze. Thacian Amazing Rare. Orbital V. Charizard V. Nee. Oh, sorry, Charizard. Holographic. Oh nee, niet eens. Reverse Holo Charizard. En Duraludon Holographic. Dit was mijn pakketje wel. Of mijn boxje wel. Ik ga zeker nog meer boxopeningen doen. En ik denk dat ik de volgende keer gewoon weer wil dat jij erbij bent. Want dat vind ik wel leuk. Gelukkig wel, dan is het wel het beste, ja. Wil jij nou een kaart van 1500? Je kunt nou in principe die kaart verkopen en weer 3 nieuwe boosters halen. Ja, yeah. Dat is echt heftig als je erover nadenkt. Yep. En dat is wel echt de tweede van jou. Yep. Want hier heb je ook geen één rainbow. Nee, dit was mijn allereerste rainbow. Allereerste rainbow kaart ooit. Zo rare zijn die dus. Ja. Wel, ik dacht dat die gold kaarten nog redder waren. Dan is die rainbow net zo rare. Mm-hmm. Ik denk niet dat het een PSA 10 is. Maar ik denk wel dat het een 9 is. Ja. De centering achterop is niet helemaal on point, maar... Wel dat echt een kut is, want in principe, je haalt hem gewoon uit het pakje. Ja. En een ding, wat kan er mee gebeurd zijn? Ja. Maar holy shit, hij is nog steeds... Fucking vet, ja. Yeah. Ik ga hem misschien wel opsturen. Gewoon om die grade te hebben, weet je wel. Maar voor een 9,5 of voor een 9 kun je nog steeds vaak veel geld wel vragen. Dus. Beste kaart uit ding. Bedankt voor het kijken van deze video. De stream gaat nog even door. Want Justin en ik gaan zo meteen op TCG Online al die codes invullen. Ik heb namelijk nog, ik denk al zeker 100 codekaartjes, nog wel meer denk ik, liggen om allemaal in te gaan vullen. Dus dat gaan we zo meteen doen, als je het leuk vindt om te doen. Dus dat wordt zo meteen de spektakel. Maar daarvoor moet ik eerst eventjes de setting veranderen. Dus ik ben over 5 minuutjes terug. Blijf vooral bij de stream.